zo kritisch, hè? Een heel mooi cadeau voor mezelf gekocht. Hi, was je al wakker? Nou. Olivia heeft cheerleaders. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben door Sven uit huis gestuurd. Ik vind het zo lastig, hè, om echt af en toe voor mezelf te kiezen. En gewoon te zeggen van oké, nu ga ik even wat voor mezelf doen. Maar het is wel goed, daar heeft hij helemaal gelijk in. En hij had ook wel door dat ik dat eventjes nodig had. Dus ik ga eventjes lekker de stad in. Ik vind dat echt heerlijk, weet je. Al is het gewoon even wat drinken halen, kopje koffie halen. Oh, ik was letterlijk op zoek naar mijn camera terwijl ik er tegen zit te praten. Goed, goedemorgen. Maar dat ga ik doen. Ik ga denk ik ook eventjes voor kleding voor Olivia kijken. Want ik heb al wel online wat gezien bij de H&M. Maar ik ga kijken of ze het ook in de winkel hebben. Want dan kan ik het even voelen of zo. Ik merk dat Olivia het heel fijn vindt als je echt van die hele stretchy stofjes hebt. En dat snap ik heel goed. Want dan zit het allemaal niet zo, ja, strak, zeg maar. Dus daar wil ik even voor kijken. Ik wil eventjes voor een glitterbroek voor mezelf kijken. Want ik wil eigenlijk al jaren een glitterbroek voor de feestdagen. En ik heb hem nog nooit gekocht. En nu dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon kijken of ik een leuke zie. En voor de rest gewoon even lekker lopen en op mezelf zijn. En even niet mama zijn, maar Marloes zijn. En nogmaals, ik vind dat echt heel erg lastig. Terwijl ik alle vrouwen zou aanraden van doe het, neem die tijd. Maar ik vind het best wel heel lastig. En dat ligt puur aan mezelf. Niet aan Olivia, niet aan Sven of wat dan ook. Dus ik probeer lekker te genieten. Oké, eerste glitterbroek heb ik aan. Je ziet het niet eens echt dat het glitter is volgens mij. Maar het is een beetje een laag model. En daardoor snijdt hij precies hier. En dat zit gewoon niet lekker. En doordat hij zo laag is, ja, zakt hij gewoon af. Dus nee, dit is hem niet. Ik had ook in mijn hoofd dat ik nog zoiets broek wilde. Alleen nu ik deze aan heb, vind ik hem helemaal niet zo heel leuk. Sowieso vind ik hem net iets te kort. Als ik dan zo'n broek heb, wil ik echt dat hij echt lekker lang is. En nu ik geen schoenen aan heb, valt hij al niet eens op de grond. En ik weet niet, ik vind hem hier, ja, nee, het is het niet. Een beetje zo'n hobbezak of zo. Dus misschien, ik had het trouwens voor mijn zwangerschap eentje gekocht. Maar die is nu hier gewoon echt veel te krap. Dus die pas ik niet. Maar ik dacht, misschien is deze leuk, maar ook nee. Dit zie je natuurlijk weer echt totaal niet. Maar deze vind ik wel heel erg leuk. Hij valt wat hoger. Dus hij zit ook veel fijner, vind ik. Hij zit ook veel meer stretch in. Ik ben bij Kostas nu. Kostas is wel echt mijn winkel. Ik vind hem echt heel mooi zitten. Ik heb een S'je aan nu. Ik had voor de zekerheid een M aan. Omdat ik nog steeds niet overtuigd ben dat ik een S nu heb. Maar ik vind Kostas vaak best wel groot vallen. En ik vind het heel leuk dat hij een beetje richting zwart is, zeg maar. Ik heb ook nog een andere. Deze heeft meer een soort van pailletten. Zo zie je het beter. En deze heeft meer glitters. Maar ik denk dat ik dit leuker vind met die glitters. Ja, ik vind dit echt wel heel leuk. Ik heb nu niet met die pailletten aan. Het is haast een soort van leerlook wat je dan krijgt. Ik vind het wel heel mooi. Deze is wel eventjes iets langer nog. En als je dan schoenen aan hebt, zeker als je hakken aan hebt, vind ik dat wel heel mooi. Hij zit nog even hoger. Wat op zich ook wel mooi is. En ik heb een trui, een kersttrui, die ik erover aan wil. Dus als ik deze trui dan in mijn broek doe. Ik vind het op zich ook wel leuk. Ach, nou moet ik nog kiezen tussen deze en die ander. Ik moet wel eerlijk toegeven, deze prikkelt wel een klein beetje door al die pailletjes. Maar ja, hè, die mooi moet zijn. Echt te schattig, dit. Niet normaal. Ik heb deze online gezien. Die vind ik wel heel leuk. Er zijn alleen heel veel kleine maatjes uit. Dit zou dan wel goed zijn voor Olivia. Is die leuk? Jawel, hè? En deze vind ik ook heel leuk. Lijkt me alleen irritant dat ding op de achterkant als je erop ligt. Al is het wel heel zacht. Het is een heel zacht stofje. Dat vind ik dus fijn om te kunnen voelen. Maar hier hebben ze Olivia's maat niet. Alleen 74. En ze heeft nu 62. En ik wil eigenlijk wat dingetjes in 68. En deze vind ik dan
Net even weer te roze of zo. Dit is wel 68. Het lijkt alweer zo groot, hè? En deze set vind ik ook heel leuk. Maar hebben ze ook niet in maat 68. En hadden ze ook niet online. En dit truitje vind ik ook heel leuk. Alleen vind ik dan weer net niet lekker aanvoelen. Ook zo kritisch, hè? En dan kom je thuis en dan zie je dit. Zo gezellig! Ja, we hebben Dikkie Dik gelezen. Wauw! Ja, hè? Food. Een kaasburger met toppotjes en worteltjes. En krieltjes komen er zo aan uit de airfryer. En een mupske. We moeten daar nog even wat aan hangen. Nu is het wel heel sneu. Eerst de kattenburger. En Sven heeft de prei à la crème. Het is dinsdagochtend, bijna 10 uur. En ik zal jullie even laten zien wat ik heb gekocht in de stad. Allereerst heb ik deze gekocht. Er zit alweer een dikke kwijlvlek op. Maar dat is een van de redenen waarom ik hem heb gekocht. Het is een... kan je het zo goed zien? Ja, het is echt een soort van flodder shirtje. Met, hij is niet zo dik. En ik heb... nu heel vaak van die lekkere chill truien aan. Maar truien, wat zit er ook hier? Oh, dat is een draadje. Maar truien zijn best wel dik. En daardoor heb ik het heel erg warm als het in de draagzak zit. En elke keer als ik die draagzak omdoe, dan zit er hier zo'n dikke prop. En dat is helemaal niet lekker. Dus ik dacht, dit shirt is echt perfect. Echt ideaal om thuis te zijn. Niet dik, maar wel lekker warm en lekker flowy. Hij matcht perfect bij mijn chill broek die ik... tijdens de zwangerschap toen al had gekocht om in mijn kraamperiode te dragen. Dus helemaal top. Verder heb ik ook die broek. Oh, deze is trouwens van de H&M. En die was 1995 volgens mij of zo. Ook heb ik die broek gekocht. Die glitterbroek. En ik ben voor die eerste gegaan. Kan je dit zien? Nee, niet, denk ik. Het is zo donker ook, jongens. Maar het is dus een glitterbroek. Ja, nu kan je het wel goed zien. Een glitter flared. Ik twijfelde dus heel erg tussen deze en die met die pailletjes. Maar die met die pailletjes zat gewoon ook echt niet zo lekker. Omdat die kriebelde. En ik vind het zo belangrijk dat het gewoon wel lekker zit. Deze is van Costus. Hij was 35 euro. Ja, hij was 35 euro. Maar hij was nu in de aanbieding voor 25. Dus... super chill. En dat wilde ik al heel lang. Ik vind zo'n glitter flare echt zoiets wat je op allerlei manieren kan combineren. En juist kan downdressen of kan updressen. Of, nou ja, super fijn. Verder heb ik nog een primer gekocht. Grip and Last Putty Primer. With applicator staat erbij. Ik doe altijd primer de laatste tijd op mijn oogleden. Omdat dan minder mijn mascara gaat smudgen, zeg maar hier. En die was bijna op, maar ik kon die primer niet meer vinden die ik eerder had. Want ja, ik doe er echt weet ik hoe lang mee. Dus toen dacht ik, ook ik krijg brokjes. Volgens mij is het brokjesautomaat bijna leeg. Ik ga eens even kijken. Oh, arme Mauke, ja, hij is leeg. Ik zal hem nieuw vullen. Ik zal er nieuwe in doen. Oh, arme Mauke. Oké, maar wat ik dus wilde zeggen is toen dacht ik koop gewoon een andere primer van Catrice. Die vind ik vaak wel heel fijn. Dus ik ben benieuwd hoe die bevalt. Verder heb ik nog, ik wilde hem al gaan pakken, een heel mooi cadeau voor mezelf gekocht. En ik zat hier al tijden mee dat ik dacht van ik wil dat misschien, maar ja, ik vind het wel prijzig. En ik ben... heel kritisch als het op parfums aankomt. En ik vind ook heel vaak dat je parfums gewoon niet zo lang ruikt. Dat ze al heel snel weer vervagen. En toen hoorde ik dat je bij Skins echt super mooie parfums hebben. Die wel wat duurder zijn. Maar die super mooi of super lang blijven hangen. En echt heel
fijn zijn. Dus ik dacht, ik ga eens kijken bij Skins. En ik heb echt heel veel verschillende geuren geroken. En op een gegeven moment vond ik er eentje echt heel lekker. Wat voor mij heel uniek is. En toen, ja, ik twijfelde heel erg. Want in zo'n winkel, zeker als je een paar geuren hebt geroken, dan weet ik het nooit meer zo. Dus toen zei die dat meisje in die winkel, weet je wat, ik doe even een testertje voor je. Dan sprayen ze iets in zo'n testflacon. Loop er even mee naar buiten, spray het even op en loop er even een tijdje mee. Dan kan je ruiken hoe die bij jou ruikt. En ik vond hem echt heerlijk. Nou, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Ik heb deze geur gekocht. Hij heet Baccarat Rouge 540. Dat moet je vast op zijn Frans uitspreken. Maar dit is dus de geur die ik heb gekocht. Ik zal hem ook eventjes openmaken. Ik vind het echt heerlijk. Ik heb hem gisteren al de hele dag opgehad. Kijk, zo ziet de flacon eruit. Dus ik ben hier super blij mee. Een cadeau voor mezelf. Hier ga ik heel zuinig mee doen, maar ook weer niet te zuinig. Want ik wil hem dan wel ook dragen. Niet dat ik hem bijna nooit opdoe en dat hij over bijvoorbeeld 2 jaar niet meer goed is. Wie weet dat trouwens. Als er, er zit vast een parfumspecialist bij jullie ertussen. Hoe lang blijft een geur echt goed? En wanneer moet je hem echt weggooien? En hoe kan je hem het beste bewaren? Oh, Malky komt er ook gezellig bij. Oh, wat een leuk plaatje zo. Maar in ieder geval, ik ben dus super blij met dit cadeau voor mezelf. Hey Malky? Vind je hem ook lekker ruiken? Ja, hè? Oh, leuk, ik kreeg ook 2 testertjes bij van deze Initio Musk Therapy. Ik hou altijd wel van muskgeurtjes. En ik kreeg er nog een kleintje bij. Ze zegt, dit is handig voor in je tas. En ik kreeg dit erbij. Een Orange and Bergamo Bath and Shower Gel. Oh, ben je weer in de knuffelstemming? Nou, dat mag hoor. Ik moet mijn vlog editen. Kom je lekker mijn vlog editen samen? Ja, gaan we dat doen? Olivia ligt op bed. Ik heb dus dat boek over slaap gelezen. Slaap, baby, slaap. En echt een aanrader. Maar voor mij als control freak is het ook heel moeilijk met zo'n jonge baby. Want ik weet nu dus, of denk nu te weten, wat de richtlijnen zijn voor slapen. Maar zij wil daar natuurlijk nog helemaal niet aan. Ze is nog niet eens 3 maanden, wel bijna 3 maanden. Maar er staat ook helemaal achter in het boek, staat van heel duidelijk van joh, je kan dit echt pas toepassen vanaf 4 maanden. En dan ben je dus het hele boek door en ik was al helemaal van, oh, ik heb nog geen ritme en hoe moet ik dat nou doen met haar? Maar toen las ik dus aan het einde van ja, weet je, voor 3 maanden is alles mooi meegenomen. Maar nu zit ik dus met het volgende. Zij is al echt al, zij heeft ruim 4 uur geleden voeding gehad en ze komt 's nachts bijna niet meer om voeding. Ik voel me bijna bezwaard om het te zeggen, omdat ik weet dat heel veel moeders gewoon nog struggelen rondom deze periode met nachten. Maar onze nachten gaan echt heel goed. Ze slaapt rond 8:30. Ze is dus wel aan het clusteren. Maar dan slaapt ze tot 5:40 ongeveer. En dan pas komt ze weer om voeding. Maar ik wil dus eigenlijk nu wel dat ze wakker wordt en dat ze gaat eten. Maar ja, ze slaapt nu zo lekker in mijn draagzak. Maar ze slaapt eigenlijk al heel lang. Dus ik ga er nu echt wakker maken. Ik dacht het 1 uur geleden ook al. Van, ga ik er wakker maken? Of 3 kwartier geleden. Toen dacht ik nee. Maar nu denk ik ja. Ik ga er maar wakker maken. Maar dat is echt zo'n struggle. Van wat doe je? Ga je er wakker maken of niet? Ik probeer het nu helemaal los te laten. Als het over 2 maanden nog steeds problemen geeft met slapen. Dan ga ik wel eens een slaapcoach inschakelen. Maar ik ga nu maar mijn eigen gevoel volgen. En mijn eigen gevoel zegt van nu moet ze wel wakker worden. Want ze heeft echt 4 uur geleden gegeten. En het is tijd voor eten. Dus jullie gaan nu meemaken dat deze mopperd wakker wordt. Hi meisje. Hi. Hi, was je al wakker? Kijk eens, Malky is er ook. Oh,
Gaapje. Gaapje. Oh, heb jij zo diep geslapen? Ja, Mokie, wordt Olivia wakker? Ben je overal bij vandaag, Mokie? Ja, ja. Hi. Hi. Heb jij niet heel veel honger? Oh, ga je gelijk lachen? Het is erg jammer dat jullie dit niet kunnen zien. Het is zo schattig. Oeh, meisje. Word je wakker? Zeg je hallo tegen de mensen? Nee, je zegt alleen hallo tegen mama, hè? Ja. Hallo. Hi. Oh, jij vrolijkert. Jij vrolijkert. Kom je lekker? Dan gaan we eten. Dat gaan we maar niet filmen, hè? Nee, er zijn grenzen. Er zijn echt grenzen. Ja. Oh, wat is dat? Is mama weer aan het filmen? Wat moet je nou, hè, met zo'n mama? Oeh. Wat gezellig, hè? Met z'n drietjes. Ja, ik probeer maar intens te genieten van deze laatste weken dat we nog fulltime samen zijn. Want ik moet het toch over mijn hart maar verkrijgen dat zij af en toe naar de opvang gaat. Al moet ik zeggen dat mijn moederhart dat nu nog heel moeilijk vindt. Omdat ik dan denk van ja, wat nou als ze dan krampjes krijgt en troosten ze er dan wel goed. En oh, maar goed, het komt vast goed. Hè? Ja. Het komt vast helemaal goed. Oh, ik voel je buikje gewoon borrelen. Ja. Dat is niet leuk, hè, krampjes. Oh, van deze had je weinig last. Nee. Oh ja? Nou, jongens. Mijlpaal. Olivia, die leek minder krampjes te hebben. En ik dacht, nou, elke keer als ik erheen ga, ze huilde wel een beetje, maar was niet... troosteloos, zeg maar. Of ontroostbaar, dat woord zocht ik. Dus ik dacht gewoon over de rugje aaien, kusjes geven en laten liggen in bed. Dus dat heb ik nu een paar keer gedaan. En ze ligt al 1,5 uur in haar eigen bed. Ik ben zo blij, ook voor haar, omdat de krampjes nu minder worden kennelijk. Verder kwam dit binnen. Haar, hoe heet dat? Slapjes, spuugdoekjes in een heleboel verschillende kleurtjes. Heb ik gekocht via bol.com gewoon iets van kwijldoekjes, baby of zo gezocht. En nu hebben we ze dus in allerlei verschillende kleurtjes. En ik ben ondertussen weer in mijn boek aan het lezen. Ik vind het wel interessant. Ik ben alleen wel misschien toe weer aan gewoon een luchtig boek. En dit is natuurlijk een soort van leerboek, informatieboek. Maar ik wil ook wel weer eens een verhaal lezen. Het is nu 4:02 en om 4:00 krijgt dit poesje brokjes. Ik gebruik even niet haar naam en niet het woordje. Ah, anders reageert ze daar misschien op. Maar ik heb jullie al een tijdje niet haar reactie gefilmd. Echt, Sven's moeder was hier laatst en die lag helemaal in scheur. Maar ik ga dus even filmen hoe zij reageert. Als dat ding afgaat. Ik hoop dat je dat kan horen. Want hij staat dus helemaal in de gang. Maar je hoort eerst een heel klein geluidje. En daarna hoor je die brokjes vallen. En zij echt na. Nou, ik hoop dat ze het goed hoort. En dat jullie het kunnen zien. Maar nog, ik heb nog nooit iemand zo snel zien rennen. Over een minuut gaat hij af. Ik had het niet, omdat ze onder de bank door. Ik dacht, ze gaat er vast overheen. Maar je kreeg in ieder geval een beetje een idee, denk ik. Olivia heeft cheerleaders.
Zo jongens, dat was alweer de vlog van deze week. Ik heb gisteren echt eigenlijk helemaal bijna niet gevlogd zoals je zag. Want mijn ouders die waren er en ik heb gewoon ultiem genoten van de tijd met hun en met Olivia. Dus ik heb gewoon niet mijn vlog erbij gepakt. Ik zie wel, ik ben hem nu aan het editen. Ik zie wel dat hij even goed lang genoeg is. Of lang genoeg, het maakt natuurlijk niet uit. Een keer een kortere kan ook prima. Maar hij is nog best wel lang en dat verbaasde mij. Dus maar mooi. Ik las nog wel even snel de comments. Super bedankt trouwens weer voor jullie, al jullie leuke reacties. Ik lees ze allemaal. Ik probeer ze altijd allemaal een hartje te geven. Maar soms lukt het me niet allemaal. Maar ik lees wel alles, weet dat. Dus dat vind ik super leuk. Ik las een vraagje die wel leuk aansloot bij mijn idee van joh, ik wil weer vaker tips gaan geven. Voedingstips, beweegtips in mijn vlogs. Om ja, een beetje niet alleen content met Olivia te kunnen maken, maar ook gewoon waar ik voor sta als sportprofessional en als diëtist. En diegene die vroeg, die was heel blij met de tips over voeding in de vorige vlog. En ze zei van joh, nu de sportscholen om 5 uur dicht zijn, struggle ik een beetje met die avonden. Want normaal nam ik dan kwark met fruit bijvoorbeeld na het sporten en dan ging ik slapen. Dus dan had ik niet de neiging tot snoepen. En nu zit ik thuis en ja, pak ik sneller een koekje of snoepje. Heb je daar tips voor? Nou, mijn tip zou zijn, pak gewoon je kwark met je fruit. En natuurlijk heb je dan misschien ietsje meer gegeten dan normaal, omdat je dan niet sportte. Maar ik zou zeggen, kwark met fruit is altijd 100 keer beter en voedzamer en goed voor je lichaam dan dat een koekje of snoep is. En begrijp me niet verkeerd, af en toe koek of snoep pakken is helemaal geen probleem. Maar ik herken het wel heel erg dat als je maar denkt van, oh, ik heb niet gesport, dus ik moet eigenlijk niks eten vanavond, dat je dan denkt, ah, maar ik mag wel 1 koekje en dat dan vervolgens de hoofd of de hele rol naar binnen gaat. Dus naar mijn idee kun je veel beter zeggen van, ik mag gewoon nog wat eten 's avonds en dan neem ik bijvoorbeeld kwark met fruit of een boterham of crackers met beleg of iets gezonds in ieder geval, want dan geef je je lichaam gewoon wat voedzaams en het is makkelijker om een snoep of een koek te weerstaan. Ik heb alleen ook wel eens avonden dat het makkelijker is om niks te eten dan om kwark met fruit te eten, want als ik dan kwark met fruit gehad heb, dan denk ik weet je, wat zal ik nu eens pakken? Dus dat is een beetje uitzoeken voor jezelf van wat werkt voor jou. En sowieso zou ook mijn tip zijn van, drink echt voldoende over de dag, want dan heb je 's avonds zoveel minder trek. Nou goed, ik ben alweer 15 tips in 1 vlog aan het proppen. Maar ik hoop dat je het leuk vindt om weer af en toe wat ideetjes te krijgen. En dat je deze vlog natuurlijk leuk vond. Dank jullie wel voor het kijken en tot in de volgende. Doei doei!